Stichting Spijkers in Spijkenissen organiseren op zaterdag 2 juni Walk the Pre-Summer Day. In winkelcentrum Maaswijk werd van alles georganiseerd om geld op te halen voor het goede doel. En er waren optredens van de U2 coverband In the Name Of. En ook Mike van der Toren stond op het podium. Het is de dag van mijn leven. Ik voel me heerlijk en blij. Kijk wat er gaat bij mij. Oh. Ja, we zingen, we dansen en we maken een moment. De volgende raad. Nog eens vol van de heerlijke dag. Is dit voorbij? Ja, een mooie ervaring. Wat er nu al gezegd is, gewoon... Je best doen voor een goed doel, tegelijkertijd op mensen zien te amuseren en gewoon je ding doen. Maar vooral gewoon helpen om zoveel mogelijk geld in te zamelen voor dit project. En het is gewoon hard nodig. En hoe meer ziel, hoe meer vreugd, hoe meer geld, hoe meer kinderen we blij kunnen maken. Dus wat wil je nou? Hè? Het is toch het mooiste ding om te zien dat kinderen gewoon die dingen kunnen doen die onze kinderen hier eigenlijk gewoon vrij normaal vinden. Hè? Het gewoon het pakken van normaal eten, het drinken van schoon drinkwater. Een stukje onderwijs krijgen, zichzelf kunnen ontwikkelen voor later, waarmee ze zichzelf weer uit een moeilijke positie kunnen helpen. Dus, en daar doen we het voor. Het was de bedoeling om vandaag ook nog geld op te halen door middel van een loop. Ja, er waren iets te weinig mensen voor de loop. En dan om heel veel vrijwilligers in te zetten om dan de loop toch door te laten gaan. En we besloten om de loop niet door te laten gaan. Het is wel jammer. We wouden daar ook geld mee creëren voor het goede doel. Maar misschien volgend jaar toch wat meer bekendheid krijgen en tot dan weer wat meer mensen hier naartoe komen. Ook voor de loop, waardoor we weer meer geld binnenkrijgen voor het goede doel. Voor de kijkers thuis, misschien nog even uitleggen wat het plan was met die loop? We hadden een 5 kilometer en een 10 kilometer loop. Een hardloop en een 5 kilometer wandel. En dan moest je eigenlijk uiteraard voor inschrijven en er zat een inschrijfgeldbedrag aan. En dat zou dan voor het goede doel zijn. Ik hoop dat we Pre-Summer Day, dit is nu versie 2 eigenlijk. Walk the Pre-Summer Day is een combinatie van twee evenementen. En ik hoop dat we Pre-Summer Day, in ieder geval volgend jaar versie 3, nog een keer kunnen neerzetten. En ja, wij leren ook nog steeds. En met meer informatie, ook naar mensen die echt sportief willen gaan lopen, dan moeten wij gewoon meer bekendheid aangeven. Dus voor ons ook een leermoment. En ik denk dat het heel goed is dat we hem niet hebben door laten gaan als je zo weinig inschrijving hebt. Uiteindelijk is er wel een bedrag opgehaald voor het goede doel. Ja, we hebben een bedrag daarvoor opgehaald van 1000 euro. En nou ja, zoals dat eerder al gezegd is bij de uitreiking van de cheque, kunnen daar 1000 kinderen van eten mee naar school met de bus. Maar daar kan de eigenaar van het project van Sjors kan daar veel meer over vertellen. Ik was een paar maanden geleden in Indonesië en toen heb ik besloten om een stichting op te richten nadat ik heb gezien hoe kinderen daar leven. Hoe kinderen daar op straat bedelen, hoe kinderen daar moeten smeken om geld, slapen tussen kartonnen dozen. Toen ben ik nu de afgelopen 3 maanden ben ik daarheen geweest om projecten op te zetten, schooltjes op te knappen en te zien wat ik daar de komende maanden, jaren nog meer kan gaan verrichten. Ben je blij met deze gift? Onbeschrijfelijk super blij. Wat ik al net aangaf en wat Ron ook zei, 1000 kinderen kunnen met 1000 euro een dag heen en weer met de bus en met hun bedzak. Ze kunnen eten. Nou, en dan is het onbeschrijfelijk wat je dus kan doen met 1000 euro in zo'n land als Indonesië. En hoeveel kinderen je daarmee blij kan maken. En tientallen kinderen kunnen daarvan naar school. Ja, het is onbeschrijfelijk. Als mensen nog eens willen doneren, hoe kunnen ze dan te werk gaan? Dat kunnen ze doen door naar de website van Spijkids te gaan, spijkids.nl. Op die manier kunnen ze doorgelinkt worden naar de webshop van Spijkids, die wij regelmatig voor evenementen gebruiken. Ik kan hem ook direct geven, spijkidskaartenonline.nl. En daar kunnen mensen via iDeal een bedrag doneren. Voor de mensen die een donatie hebben gedaan, kunnen die zien wat er met hun donatie gebeurt? Ja, dat kunnen ze zeker. Ik hou op internet een dagboek bij, dat is www.dagboekvansjors.nl. Makkelijker kan het niet.
En daarom kunnen ze precies volgen wat ik allemaal doe in Indonesië zelf als ik daar ben. Maar ook wat er gebeurt hier in Nederland als ik tijdelijk hier in Nederland ben. En daarnaast kan iedereen, of je een donateur bent of niet, kan een lijst opvragen via de website waarin ze precies kunnen zien wat is er gedoneerd door wie en wat is er precies weer uitgegaan. Want ik wil geen misverstanden hebben over waar het geld naartoe gaat of waar het is gebleven. En iedereen kan precies op elke euro nauwkeurig zien van hey, ik heb 5 euro gestort, er is 1 euro naar een schooltje gegaan, er is 2 euro naar een kindje gegaan en er is nog 2 euro in kas. En dat kunnen ze allemaal precies bijhouden via het dagboek van Shorts.nl. 1000 euro is duidelijk een tussenstand. Shorts, durf jij een wens uit te spreken van wat je hoopt dat het nog wordt? Kijk, elke euro is de 1. Dat is het enige wat ik zeg. Elke euro die we binnenhalen, daar kunnen we weer een stukje verder mee komen. En elke miljoen kilometer die we gaan lopen, begint met kilometer nummer 1. En dat is met hetzelfde. En elke hulp die ik van Frank, Henk en Ron krijg en alle mensen daaromheen, ja, die is welkom. En daar ben ik ongelooflijk dankbaar voor. En tot zover deze aflevering van 0181 Reportage. Wilt u deze of andere afleveringen nog eens terugkijken? Surf dan naar onze website www.0181tv.nl.